Goedemorgen groep 4. Wij gaan vandaag kijken naar de rekenles van vandaag. Dat is blok 3, week 2, les 4. Wat heb je vandaag nodig? Je rekenboek, je rekenschrift, een wispotje en als je het mee hebt gekregen, het rekenrekje. Wat gaan we vandaag leren? We gaan minsommen over de 10 maken. We gaan maken de sommen over het eerste tiental. En dit heb je vorige week ook al een keer gedaan. Vandaag gaan we daar verder mee oefenen. We kijken samen even naar som 2 op bladzijde 43. De vraag is, klopt het? De winkeljuffrouw zegt, we hadden 15 blauwe broeken. Vandaag zijn er 8 verkocht. De winkeljuffrouw zegt nu, er zijn er nog 7 over. Jullie gaan deze som even op je rekenrekje of op je wisbordje uitrekenen. Heeft de winkeljuffrouw gelijk? Klopt het dat er nog 7 broeken over zijn? Ik wil dat je 15 er of 8 uit gaat rekenen. Als je het op je rekenrekje doet, zet je 15 kralen erop. En je begint altijd eerst met de onderste kralen weg te schuiven. Ga deze sommen even uitrekenen. Wil je hem tussendoor op pauze zetten, dan doe je dat. 15 eraf 8. Ik reken via de 10. Dus ik trek er eerst 5 af. 5 eraf. Dan ga ik even kijken hoeveel ik er nog van de 8 over heb. Want ik ga dus 8 splitsen in 5 en in 3. Want 5 bij 3 is 8. Nu weet ik dat ik er dus nog 3 kralen bij af moet halen. Want ik moest er 8 in totaal afhalen. 15 eraf 8 is dus 7. Dus dan hou ik er 7 over. Oké, ik zeg even een andere som voor jullie. Deze staat hier niet in het boek, maar die kun je even goed meekijken en luisteren. Er hangen nu 14 broeken aan het rek en ik verkoop er vandaag 6. Hoeveel broeken hou ik dan over? Reken deze uit via het tiental. Heb je het rekenrekje, dan ga je nu het volgende proberen. Je zet 14 op en in plaats van de kralen weg te schuiven, ga je nu alleen naar het kralenrekje kijken. Dus ga je de stapjes doen in je hoofd. Ik haal er eerst 4 af, want ik splits 6 in. Nou, hij blijft hangen. Ik split 6 in 4. En in 2. Ik heb er eerst 4 afgehaald. Dan ben ik bij de 10. Dan haal ik er nog een keer 2 af. En dan ben ik bij de 8. Dus als het goed is, had je het antwoord. 14 eraf 6 is 8. Dus eerst de 10 eraf. Tot de 10 eraf. En dan de rest. Wat ga je vandaag maken? Je gaat zometeen maken som 3. De eraf sommen over het tiental heen. Je mag dit op je wisbordje gaan doen of met je kralenrekje als het nodig is. Op je kralenrekje zet je wat ik net ook zei. Probeer je alleen de kralen neer te zetten. Dus 13. En dan ga je het verder. In je hoofd ga je de stapjes doen. Dus wat ik moest 13 neerzetten. 13 eraf 4. Dan haal ik, als het lukt, er in mijn hoofd er eerst 3 af en dan nog 1. En dan weet ik het antwoord, dat is 9. Vind je dat nog een stapje te ver, dan gebruik je gewoon het kralenrekje zoals we het al vaker gebruikt hebben. Je haalt er eerst 3 af en dan nog 1. Vergeet niet de splitsingen erbij te gebruiken. Je schrijft deze rijtjes allemaal over in je boek, in je schrift. Je maakt dus de hele som, je schrijft de hele som op. Dus ik wil 4 rijtjes krijgen met de hele som. Ben je klaar met som 3? Dan gaan we terug naar som 1. En bij som 1
ga ik tellen met sprongen van 10. Je schrijft het hele rijtje in je schrift met een streep ertussen. Dus 25, dan komt 35, dan komt 45, 55 en dan moet ik er nog 2 achter schrijven. Je schrijft dus steeds op met een streepje ertussen. Ik wens jullie veel succes. De kinderen die een oranje bijwerkboek hebben, die maken bladzijde 28 in het oranje boek. En daarna gaan ze van som 3 in het rekenboek, in de blauwe kant, op bladzijde 43, som 1 nog maken. En ze maken van som 3 2 rijtjes. Mag je zelf kiezen welke 2 rijtjes. Dus jullie maken het bijwerkboek. En dan maak je nog som 1 en dan kies je 2 rijtjes uit van soms 3. Ik wens jullie allemaal veel succes en een fijne dag. Doei!